Een hele goede avond en welkom bij weer een gloednieuwe video van Davy Fish Team. Ik ga weer lekker een nachtje vissen met Daniel, met de Wietsemobiel. En zo, als je ziet, het voerbootje staat nog netjes op te laden. Allebei de accu's tegelijk opladen, altijd jongens. Kleppie nooit ophouden om misschien ingelopen vochten altijd uit te laten ontsnappen. Netjes om gaan we eens filmen. Ik ga hem inpakken en we gaan er vandoor. Daar zou je hem hebben. Hoi. Goedemiddag. Goedemiddag, jongen. Lekker. Weekje later. En we gaan weer met z'n tweeën op pad. Heerlijk. Datzelfde water als van vorige week. En we gaan even proberen nog een paar lekkere vissen te vangen. Dat zou toch mooi zijn, hè? Nu voerbootje mee, dieptemetertje mee. Tijgenoten mee. Ja, ken niet op. Ideaal. En we hebben een goede camera deze keer mee. Joh, we gaan eind deze week over 5 dagen gaan we 2 weken weg. Naar Slovenië. En goed, we gaan het nou nog even 1 keer proberen in Nederland. Kijken of het lukt. En daarna de spullen een beetje inpakken voor de grote trip. Zou het toch mooi zijn, jongens? Ja, lekker man. Daar ken die. Jong. De Ferrari. Zodat de schapen ze gaan kopen en een klein mee kunnen lopen. Zodat iedereen kan... Maar dit kan natuurlijk niet goed komen. Ja, mooi. Lekker, jong. Yes. Het staat er nog op. Het staat er op. Hij is de zaken, ik pas me niets, hè? Niets van de schepen. Kijk, oh. Top. Hotse flotsa. Hey! Hoppa, de auto weer helemaal volgeblast. Yes, meester. We kunnen er vandoor. En we hebben... En zin om te vissen. Rijden. Mezelf ontneem ik alleen naar huis. Hé jongen, daar zijn we weer. We zijn er inderdaad weer. Herkansing van vorige week. Kijk en, ja, vorige week hadden we toch al een goed resultaat. Het zit er allemaal vast, joh. En vorige week hadden we toch al een goed resultaat. En we gaan deze week nog even waarmaken. We gaan eerst even kijken of de stek niet bezet is, voordat je alles eruit trekt. Dat is inderdaad wel handig. Even kijken of we deze week nog meer kunnen vangen. Vorige week hadden we 1 verspeeld, 2 karpers vangen en... 2 zilten. 2 zilten ook nog, hè? Ja, dat, we gaan ons best doen. Kom, we gaan even kijken. Zo, je ziet het jongens. Daniel die zegt, het gaat wel lukken in 1 keer. We gaan alles 2 stretches. Wat hebben we trouwens niet mee? Geen tenten deze keer. We zijn even helemaal gek. Ah, kijk, het is echt magisch lekker weer. Het is wel echt lekker weer. Eindelijk voor het eerst een week weer een beetje zomer weer. Dus goed, we gaan gewoon lekker met z'n tweeën lekker naast elkaar op het bedje slapen. En we gaan het gewoon even anders aanpakken dan vorige keer. Vorige keer deed het toch goed. Deze keer gaat het nog beter doen. Yes, aangekomen op een stekkie. Alles in 1 keer kunnen meenemen. Heerlijk. En het is weer toch een lekker weertje, jongens. Inderdaad. En het is inmiddels al 7:15, dus jullie weten wel wat voor tijd het is. Burgertijd. Lekker. Nieuw kooktoestelletje, helemaal goud. Mooi. We kijken hoe mooi. Voor onze komende trip. Dit is ook wel handig, hè? Dat kleine voetje erop. Ja, dus ik heb een lekker pannetje, kan die er niet afvallen. Dat is een keertje handig. Ja. Joh, en dit wordt de setup voor vannacht. Zonnetent, midden in de woonwijk. Maar wij zijn soldaten. Vaak beter wel. Kijk, we zijn lekker onderlijns aan het knopen. Na vorige sessie waren de haken toch een klein beetje bot. Ik heb er 2 mooie nieuwe geknoopt. Met de haken, de Apex Straight Point, maatje 6. En ik ga ze even krimpen in dat vieze hamburgerpannetje van Chitten. Voor de rest zijn we er helemaal klaar voor. Ik ga nog even met Chitten Masterclass Leader knopen doen zo meteen. En even zorgen voor de visveilige systemen. En dan gaan we ze even invaren met het bootje. Heerlijk. Jongens, jullie zien het. Heerlijk in het vitaminewater. Zijn we even de Ronnie Rig. Geef de proef aan het maken. En... Neem eens op je hand. Is dit afgekoeld? Even. Kast toe. Dit is ook mooi hoor. Het gras niet weg, want helemaal geweldig. Hij is wel warm. Zoals je ziet, helemaal mooi eromheen gekrompen. Hij was eigenlijk iets te groot, dus ik knip nog een klein stukje ervan af. Dan blijven die kreeften er ook met hun tengels vanaf. Ah, lekker pik. Helemaal lekker. Nou jongens, mijn eerste hengeltje kan erin. Ik ga hem uitvaren met de voerboot en ik ga ook eens een keer de dieptemeter gebruiken. Ik weet eigenlijk niet hoe de bodem hier verloopt en hoe diep het is. Nou, waar ga ik mee vissen? Met 2 tijgenootjes. Vorige keer veel last gehad van kreeft en daar blijven ze gelukkig wel vanaf. Nou, dit is koken met chitten, je ziet het. Heerlijk mixje, tijgenoten, pellets, hennep en een klein beetje boekweit. Tijgenotenkoop.nl jongens, je weet het. En ik doe er denk ik 1 schepje in. Ja, gewoon flink schep. Oh, joh. Ja. Alles in. Hoppakee, dus die zit erin. Dan leg ik mijn onderlijn. In een bochtje, zo. En kan ik eigenlijk gaan varen. Kijk, die valt niet meer op, hè? Ik ben benieuwd naar het bodemverloop. Ja, toch? Zo. Denk je rug niet. Zo. Het lijkt wel een Frans water hier zo. Helemaal blauwkleurig. Ja, jongens. We gaan eerst even de instellingen goed zetten.
Kijk, je ziet het al, 1,4 meter. We hebben nu goed ingesteld, we kunnen wel ietsje minder. Kijk, hoe minder kan je me doen, pech je het gaat zien eigenlijk. Ik moet hier naast. Kijk, zie je. Mooie harde bodem hebben we. Zie je aan hoe blauwer het is, hoe minder hard de bodem is. We zijn nu niet aan het varen, dus je ziet nog weinig. Maar ik ga eens even varen. Ga eens even varen. We zijn deze keer ook voorbereid. In plaats van de losse steunen in de steiger, hebben we een rompotje voor 3 hengels. Kijk, hij zakt al gelijk naar 1,7 meter. Je ziet het kantaluut. Het loopt eigenlijk heel rustig af tot 1,8 meter en hier wordt het gewoon weer vlak. Helemaal niet zo'n heel groot taluut of zo. Nee. Eigenlijk best wel stel taluut. Hoi! Hallo. Alles goed? Ja, goed. Kijk, fijn om te horen. Schieten. En waar gaan we leggen? Zachte plek als vorige keer? Nou, ik wacht eigenlijk tot het kantaluut weer gaat oplopen. En dan wil ik hem eigenlijk aan de onderkant van het kantaluut leggen, aan de overkant. Precies op het randje. Zo kan je gewoon meer vis vangen. Precies. We varen naar de overkant toe. Het hoekje. Kijk, je ziet het hele rechte bodem hier. Ook echt harde bodem. Dat zie je omdat het heel geel is gelijk. Hoe blauwer het is, hoe zachter de bodem eigenlijk is. De camera's bijna mee. En we zijn er bijna, dus ik denk dat hij weer gaat oplopen. Nummer 7. Ja, droppen. Hoppa. Kijk, en als ik niet doorvaar, ja, wat ik doe, is dat hij gelijk oploopt. Zie je? Hij ligt echt precies onderaan het taluut. Ja. Lekker pik. Ik heb het hengeltje hier vast. We gaan even terugvaren. Dit weet alleen niet waar hij de boot in hebt gevaren. Maar in het riet. Dus het is echt wel een heel strak taluut. Ja, echt tegen het kantje aan, hè? Dat is zeker waar. Hey, maar hij ligt wel mooi onder Amstelied. Hey, top. Oh, we zitten echt nog op 0,0 meter. Dat is hier echt vrijwel wezen. Dan gaan we deze even neerleggen. Dan gaan we de rest van het Van het spul regelen. We gaan vissen met een tijgenoot met een klein pop-upje erop. Ik heb de pet ervan opgedaan. Nu te kopen in de webshop. Want mijn haren staan een beetje slecht. Maar goed, modelletje. Hetzelfde principe als chitten. Gewoon een flinke schep met tijgers en pellets erop. Kijk. Ja, dat is wel best. De rest kennen we terug. Dan leggen we ook weer de rig in een bochie erbovenop. En dan gaan we meteen Riek dan aanvaren. Ook weer met de dieptemeter. Precies op het taluutje. Kind kan de was doen. Zo, chit is helemaal uitgevaren. Die van mij ook allebei. Ik leg ze even allebei op de balken neer. Om de lijn te laten afzinken met de molen open. En goed, we zijn zo meteen lekker afgezonken. En nou gaan wij het vierde hengeltje uitvaren. Yeah, baby. Yes, en dan zijn we klaar voor. We zijn er klaar voor. Alle hengels liggen. We gaan wel even lekker bakken. En dan zien we jullie dadelijk met een dikke vis. We hebben echt ons best gedaan. Dus ik zou zeggen, dit moet wel goed komen. Wat zeg jij? Ik heb er vertrouwen in. Ja, hè? Mooie riegeltjes, racheltjes gevonden. Yes. En ik denk in die hoek daar komen. Hoe bedoel je? Ga even kijken. Ja, of ik er daar doorheen kan. Of moet ik helemaal tot daar en moet ik weer helemaal gaan lopen. Ja, even kijken. Hij gaat even bijvoeren aan de overkant. De zonnetje gaat bijna onder. Hoe laat is het? Het is 9:10. Tijd om te vreten. In de verte zie je hem staan. Zie je hem lopen. Chit de Fenderski. Hij gaat nog even een scheppie voer boven op de voerstek gooien. Hoppa, lekker smijten. Dat is geen idee, maar vroeg. Daniel heeft beet. Zo, goedemorgen jongens. Ja, we lagen lekker te slapen. Ik heb de run een klein beetje kunnen filmen met mijn telefoon. Maar of hij zwemt echt heel erg mee, of het is een... Ja, ik denk echt dat het karp is. Ik zou zeggen zilt of zo. Maar hij zwemt zo erg mee. Kijk, maar... Nee, het is sowieso een karp, gek. Oké, okay, helemaal meer op het water. Ja, sowieso is het karp. Lekker. Ja, lekker. Maar het is wel heel raar, want hij gaat totaal niet door slippen heen. Hij gaat ook totaal niet vechten of zo. Voor mijn gevoel. Het is zo'n pankoekie. Het is zo'n 40 kilo. Ja, dat zou wel kunnen. Maar hij midden op het water springt al boven water. Dus dat is best wel raar. Maar ja, het zou zomaar nog een zilt kunnen zijn. Ik moet helemaal lekker zo doen. Zo ja, lekker. Zo is ook hard lekker. Zo. Dat is toch even lekker. Kijk. Zo ja. Lekker pik.
Ja, in één keer gaat het gek doen. In één keer. Hij even lijkt jij wel. Goedemorgen jongens. Ja, je kan wel zien dat het een goede morgen is. Ja, mooi. We zijn echt net wakker. Het was een hele rare run, een beetje een terugzakketje. Het leek wel een soort zilt of een brazen qua bril, hoe moet je dat zeggen. Maar uiteindelijk, voor de kant begon ik te vechten en kreeg ik toch wel een leuke spiegel. Ik denk een kilootje of 8, 6, 7. Nou, kijk zo meteen wel. Maar Chitters lijn staat ook een beetje strak, die gaan we ook even binnenhalen. Deze gaan we nu uitvaren. Het is bijna licht zoals je kunt zien. We gaan deze even slingen en over een uurtje of een half uurtje gaan we foto's maken, filmen. En dan hopelijk nog een visje. Kijk, wel een klein beetje papegaaitje, maar perfect met een onderlipje. Dubbele tijgernoot. Ja, we hebben net een leuk spiegeltje gevangen. Die zit nu in de sling. We gaan nu even snel jellen, pakje drinken. Dan even de hengels uitvaren en dan even de vis op de foto zetten. De zonnetje gaat zo schijnen. Dus ja, ik zie jullie zo bij de vis. Goedemorgen jongens. Hey, we zijn een uurtje verder. En het zonnetje is opgekomen, lekker. Lekker blikje erbij. Mooi. Hoe is de nacht verlopen? Heel stil. Nou, vooral veel muggen. En weinig pieken. Mooi. Ik was even mijn gezicht gestoken vannacht. Ja, lekker is dat. Vanochtend daar had ik die mooie vis. Die gaan we nu even op de foto zetten. En misschien volgt er nog één. Vorige keer hadden we ook allebei de vis in de opgang. Dus je weet het nooit, hè? Je weet het nooit. Inderdaad. Ik heb van Peter Vlos wel geleerd. Wees de rust zelf. Dan blijft de vis het ook. Ah! Dat is de vis, jongens. Zo, heel van dat. Niet normaal. Toch weer een leuke spiegel. Rustig maar. Ja, het was weer voorspelbaar. Toch wel weer een leuke spiegel. Wat zou die zijn? Ja, kilootje of 7. Ah, gaat weer lekker slaan. Zo hebben we niet. Lekker zoals je net wakker bent. Ah, Mooi, dat was een lekker pet, zeg. Een kilootje of 7, 8. Ik kan hem nog wel afwegen zo. Foto's schieten en dan mag hij weer lekker zwemmen. Ons kleine doel ook. Hij was wel sterk hoor. Hij was echt sterk. En het leek eerst wel een zilte of een brazen. Eindstand toch voor de kant begon hij aardig te vechten. Maar goed, ik ben er blij mee. Tenminste geen blank. En dan mag ik lekker zwemmen. Doe gewoon die... Lekker nou, is dat. Mooi afscheid. Zo, het is ondertussen bijna tijd om op te ruimen. En ik zei het gisteren al even. Het lijkt wel een Frans water zo blauw is het. Maar wat blijkt nou? Je ziet heel die lagen hier op het water komen te liggen. Ja, dit is gewoon pure blauwe oog allemaal. Ja, dat konden wij van tevoren natuurlijk ook niet weten. Ik kan het beste overkomen, dus ik ben nou de spullen aan het drogen. Maar kijk altijd wel uit dat je het niet in je mond krijgt of in je ogen krijgt, want je kan er best wel ziek van worden. En kijk nou ook even bijvoorbeeld je schepnet en je onthaakmat, et cetera, wat je hier allemaal gebruikt hebt. Dat je dat niet in één keer in een ander water knikkert, want voor het weet brengen de ziekte over of de algen over. En daar wordt de andere karper ook niet blij van. Hé jongen? Dat is zeker waar, jongen. Gaan we zo lekker opruimen? Ja, ik doe deze maar even in de pan. Lekker. Oude tosti bakka. Auw! Wat doe jij? Ja, ik ging er altijd tussen. Ik doe er zelf. Niet zo slim. Ah, lekker. Ja, we gaan inderdaad opruimen. Hoi. Mooi geweest. Hi jongens. Dat was hem weer. De video van vandaag. We hebben weer een lekker kort, klein, maar productief nachtje gehad. Eén visje. Niet heel veel, maar ja. Ah, we mogen niet klagen, hè. Even laatste nachtje in Nederland. Daarom nog even één keertje kijken of we het konden. Voordat we naar Slovenië gaan. Ik heb er helemaal zin in. Ja. En dus wil je dat niet missen, abonneer. Ja, en als deze video online staat, dan zijn we al 3 dagen in Slovenië. Ja, dat is wel lekker. Dit jaar gaan we eindelijk even een keer een veertje terug vangen. Ja, ga echt voor de bak. En blijf ons checken. En we zien ons volgende week 3:30 met een Frankrijk video, jongens. Blijf lekker dan is dat. Lekker.